Hallo, welkom bij Boek van de Week. Ik dacht dit keer is eventjes een heel ander boek. Wel iets creatiefs, maar gewoon eens een ander onderwerp dan de geëikte dingen. Ik ben eens even naar zolder gelopen, want ik heb beneden heel veel boeken staan. Handwerkboeken, naslagwerken vooral ook. Heel veel brei- en haakgebied. Patchwork heb ik ook bij de hand, want omdat je daar nog wel eens wat in zoekt of bladert. Op zolder heb ik ook nog een hoop creatieve boeken staan. En deels zijn dat boeken die ik dan heb gekocht om bijvoorbeeld voor school ideetjes uit te kunnen opdoen. En deels ook van die boeken, ik denk dat jullie dat allemaal wel herkennen, van een onderwerp waar je jaren geleden heel intensief mee bezig geweest ben en dan is dat een keertje afgelopen. He, veel mensen hebben dat denk ik wel. Ik bijvoorbeeld jaren geleden heel veel had ik echt de val op origami. Heb ik heel veel zitten vouwen en doen. Kaarten maken, dat vond ik heel leuk. Weet je, van die papieren dingen. Dat heb ik toen heel veel gedaan. Op een gegeven moment werd dat wat minder. En tot je dat eigenlijk, ja, doe je dat niet meer zo. En dat komt dan ook niet zo snel meer terug. Maar die boeken wil je dan ook niet wegdoen. Nou, die belanden dan op zolder. Dus vandaar dat ik daar, de niet zo actuele boeken, maar wel om te bewaren, die staan dus bij mij op zolder. En de boeken die ik voor school wel eens heb aangeschaft. En daar is dit er één van. Ik moest eraan denken doordat ik naar Terra Lita zat te kijken. Atelier Alt, Alita Kramer. Zij heeft ook een creatieve podcast. Ik zal de link naar haar kanaal eventjes in de beschrijving zetten onder deze video. Want zij doet heel veel verschillende dingen. Dat is wel heel leuk om naar te kijken. Veel breien ook, maar ook dingen op papiergebied. Ze experimenteert ook wel eens met garen verven. Zij heeft een zoontje waar ze ook wel eens mee gaat knutselen of die ze laat meehelpen. En zij heeft eigenlijk ook wel, zij doet eigenlijk ook wel heel gevarieerde dingen. Dus het is best leuk, neem eens een kijkje als je haar nog niet kent. Nou, ik zei net, haar zoontje die kwam laatst thuis en die hadden op school een project gehad met allemaal kunstwerken gingen ze maken, die kinderen. Het was een soort van carrousel met allemaal verschillende bezigheden en technieken. En dat was dan een beetje gelinkt aan kunstenaars. En dat was heel leuk, dus ze liet zien wat hij allemaal gemaakt had. En toen moest ik meteen denken aan dit boek. Dat heb ik een paar jaar geleden aangeschaft. Misschien hebben ze op die school daar ook wel dit boek gebruikt als inspiratiebron. Maar ik moest eraan denken, ik dacht, nou, ik wil het jullie niet onthouden. Het is een beetje bedoeld voor mensen die professioneel met kinderen werken. Maar als je zelf een creatieve inslag hebt en je vindt het leuk om met je eigen kinderen of kleinkinderen, als je opa of oma bent, creatief aan de slag te gaan, dan is dit eigenlijk ook wel heel leuk. Dus ik dacht, ik laat het gewoon zien. Kinderen ontdekken de grote kunstenaars. Nou, het is een teken- en schilderboek in de stijl van grote kunstenaars. Het leuke is dat je helemaal niet zo gek veel verschillende dingen ervoor nodig hebt. Vaak gewoon papier, verf en wat kwasten kom je al een heel eind. En het leuke, er staan hier verschillende kunststromingen met schilders die daarbij hoorden, kunstenaars die daarbij hoorden. En die staan dus hier genoemd. Dan een activiteit die daar een beetje aan gelinkt is voor kinderen. Het niveau, hoe lang het duurt en waar je het kunt vinden, op welke bladzijde. Dus bij niveau kan je ook nog een beetje kijken of dat makkelijk of moeilijk. Dat is natuurlijk relatief, want het ene kind is nou helemaal handiger dan het andere. Hè, en hoe lang het duurt, nou dan kan je ook kijken. Heb je kind met weinig geduld, kies er dan eentje met één stip, zou ik zeggen. Zo kan je dat dus bekijken. En dus allerlei kunststromingen, nou renaissance, laat-renaissance met daarbij verschillende beroemde kunstenaars. Impressionisme, postimpressionisme, expressionisme en abstracte kunst. Een hoofdstuk over pop art, op art, volkskunst, cartoons. Kunst om mee te spelen. Dus het is natuurlijk een beetje bedoeld als schoolopdrachten. Maar het is best leuk om daar ook wat ideetjes uit te halen. Het is duidelijk, maar wel eenvoudig van opzet. Eerst een beschrijving.
Nou, in dit geval over... deze goede man heb ik nog nooit van gehoord trouwens. Giotto di Bondone. Nooit van gehoord. Een korte beschrijving over die kunstenaar. Wat hij deed, waar hij bekend om was. En want elke kunstenaar heeft zijn specialiteit. En korte beschrijving met leuke weetjes. Is voor je... Ik vond het zelf als volwassene een ontzettend leuk boek om te lezen. En dan naar aanleiding daarvan dus een activiteit die je met kinderen kunt doen. In dit geval... eiverf. Dus verf gemaakt van eieren, vermengd met, ik denk, gemalen krijt of zo. Nou ja, goed. En wat je daar dan, hoe je die verf maakt en wat je daar dan mee kan doen. Nou, hier allerlei verschillende. Nou, dit is ook leuk, want dat is niet alleen geschilderd, maar een Florentijns relief. Hier weer een korte beschrijving van de kunstenaar, wat hij deed. Een Florentijns relief en dat is met ja, een soort folie. Je neemt karton, daar maak je met touw ja, figuren in. Dan bedek je dat met folie en dan krijg je een soort relief. Nou, dus het is ook nog gevarieerd. Het is dus niet alleen maar tekenen en schilderen. Nou, Van Eyck inderdaad beroemd om de panelen die je in kerken wel zag. Van die religieuze panelen. Nou, en zo dus... Rubens, wel bekend. En het zijn gewoon met eenvoudige middelen. Krijtjes, potloden, verf. Dat soort dingetjes. Gewoon normaal papier. En met een klein fotootje als ter illustratie van hoe iets moet. Of van hoe dat er ongeveer uit kan zien. En nou hier het impressionisme. Een stil leven met gesmolten waskrijt. Over Monet, het stippelen met verf, het pointillisme ook. Nou, het is echt leuk om... ja, nogmaals, ik vond het zelf ook heel leuk om te lezen. Het gaat dus echt van oud naar nieuw, hè. Dus de hele oude kunst tot de modernere kunst. Kandinsky. En ja, zo spelende wijs leren die kinderen, maar jijzelf ook. Best wel wat over de verschillende kunstenaars. He, een aantal dingen weet je wel misschien, maar een aantal dingen ook niet. Nou, ik heb zelf in mijn textielopleiding, hadden wij echt wel een heel gedegen, liep als een lint eigenlijk door die lessen heen, of onder alle lessen door, zeg maar, kunstgeschiedenis. Dat was echt wel een heel flink onderdeel van mijn opleiding. Maar nou, dan lees je het en dan ben je, dat zakt toch weg als je dat niet gebruikt. En dan denk je, oh ja, dat is waar ook, weet je wel. Zo werkt dat dan. Maar, en als je zelf nog niks van kunstenaars weet, dan is het eigenlijk ook best heel leuk. Nou, met ideeën van wat je er kan doen. Nou, Escher, denk ik dat veel van jullie die wel kennen. Die is bekend van de kunst met wiskundige figuren die in werkelijkheid helemaal niet kunnen. En ook door zijn schilderijen en tekeningen en etsen met figuren die exact in elkaar passen. Nou, op dat principe is dus dit geënt, zeg maar, een mozaïek ontwerpen. Gewoon van stukjes papier, hier en daar met details, met stift getekend en in elkaar geplakt. Dus je hebt er ook geen speciale spullen voor nodig, meestal. Hier wordt gewerkt met gips. Nou, dat heb je natuurlijk niet altijd in huis. Maar het is ook geen, je hoeft er geen dure dingen voor te hebben, laat ik het zo zeggen. Dus kunst die mag vandaag de dag. Allerlei moderne kunst. Gewoon, ik vind het een heel leuk boek voor mezelf om door te kijken. Maar als je iets wil doen met kinderen of kleinkinderen en je wil een beetje educatief zijn... Dan kun je hier echt wel leuke ideeën uithalen. Spelletjes en activiteiten rond kunst. Nou ja, dat kan me voorstellen dat je dat misschien wat meer op scholen doet. Domino spelletje. Maar ik zou me ook zo kunnen voorstellen. Stel je gaat met je kinderen of met je kleinkinderen naar een museum. Met schilderijen of andere kunst. Dan kan, stel dat die kunstenaar hier dan in staat, dan zou je daar ook nog iets mee kunnen doen. Dat is hartstikke leuk.
He, als activiteit. Dus ik wilde jullie dit niet onthouden. Ik ben er eigenlijk, ik heb niet gekeken, maar ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat het nog wel te krijgen is. Maar heel bruikbaar boekje. En zeker als je beroepsmatig met kinderen werkt, dan is dit ook echt wel een aanrader. Dus, nou, even iets heel anders. Ik heb nog een soortgelijk boek. Dat komt een andere keertje, want dat ga ik jullie ook echt even laten zien. Is ook heel leuk. Maar voor nu deze. Is eventjes iets heel anders. Ik dacht, dat is ook wel eens een keertje leuk. Nou, mocht je het leuk gevonden hebben, geef dit filmpje dan even een duimpje. Dat helpt mijn kanaal heel goed. En zie je dit voor het eerst bij het voorbijkomen? Ik heb verschillende podcasts, niet alleen boekbesprekingen, maar ook creatieve dingen, haken, breien, patchwork, noem het allemaal maar op, weven, spinnen. Ik laat van alles en nog wat zien. Regelmatig tutorials en elke zaterdag een weekvlogje. Mocht je nou denken, gut, ik wil wel meer zien, ik wil wel weten wat ze nog meer allemaal doet, neem eens een kijkje op mijn kanaal, klik eens een playlist open, kan je zien wat ik zo al doe. En als je nou denkt, gut, ik vind het eigenlijk wel leuk om dat te blijven volgen, klik dan eventjes op die rode abonneerknop. Want het kost je helemaal niks, dus waarom zou je het laten? Blijft ook kosteloos. En ja, dan hoef je niks meer te missen. En het helpt mijn kanaal, dus dat zou ik leuk vinden. Nou, voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken en tot een volgende keer misschien. Doeg!